ASR Vast Goedontwikkeling levert vandaag denk ik een van de grootste, belangrijkste winkelprojecten van dit jaar op. Klopt dat? In mijn beleving wel, ja. En daar zijn we heel erg trots op. Een winkelcentrum wat natuurlijk een heel lang verleden heeft, waar al bijna 40, 50 jaar over gesproken is. En wat in een korte tijd gebouwd is. En zoals u nu al een beetje misschien merkt op de achtergrond, een hoop geroezemoes. De belangstelling is groot. Hele lange aanlooptijd, hè? Dat wel? Dat klopt, een heel lange aanlooptijd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met een cultuur, weten wat je wilt. En uiteindelijk is het in een versnelling gekomen. Doordat er eind 2005, begin 2006 deze locatie naar voren is gekomen. Waarbij eigenlijk geografisch het nieuwe centrum ook in het nieuwe hart van Waddinxveen komt. Omdat er natuurlijk uitbreidingswijken zijn. En we zijn eigenlijk 2 jaar geleden pas begonnen met het slaan van de eerste palen. En nu leveren we op een kleine 80.000 vierkante meter. Woningen, winkels en parkeren. De woningen en de parkeergarage, hoe is het eigendom daar straks van geregeld? Nou, de parkeergarage die horen bij de winkels en die gaan naar Altera toe. Van de 260 woningen zijn er 126 woningen verkocht. En ik hoorde, daarvan is al minder dan 100 woningen verhuurd aan woonpartners. En de overige woningen zijn koopwoningen en die zijn in de verkoop bij ons. Wat betreft de winkelinvulling, er moet nog wat verhuurd worden, maar dat is nu niet zo heel gek in deze tijd. Waar zijn jullie eigenlijk nog naar op zoek? Nou ja, we zijn sowieso nieuwe formules vinden we interessant, maar we zijn nog naar het modische sector zijn we aan het kijken. Wat modepartijen om die te interesseren om hier nog in het winkelcentrum plaats te nemen. Ja. En vertel eens eventjes voor degene die straks naar de video kijkt, in welk gezelschap, van welke trekkers komen zij dan? Nou ja, zoals een Albert Heijn, een Jumbo, een Lidl, een Blokker, een Big Bazaar. Ik zag dat CNA net open ging. Ja, ook. De HEMA. Ja. Dus en we zitten hier in het cultuurhuis. Hiernaast zit een cafetaria, dus een stomerij. Een compleet winkelcentrum is het. Ja. En dat in de vorm van een mooie winkel achter, helemaal volgens het boekje. Helemaal volgens het boekje, waarbij de maat en schaal aangepast is op Waddinxveen. En waarbij je ook ziet dat het een pansgewijze structuur heeft gekregen. En dat hebben we bereikt doordat we meerdere architecten per blok erop hebben gezet. Veel succes met dit mooie project. Ruud, laatste keer dat wij elkaar spraken, dat was op een heel ander project. Hè? Dat was Eggersreid, een woningboulevard. En nu staan we hier in Waddinxveen bij een een gigantisch winkel- en woonproject. En jullie zijn de kerstverse eigenaar. Vertel eens, even terug in de geschiedenis. Wanneer kwamen jullie op het vinkentouw voor dit vastgoed? Dat is nog niet heel lang geleden. Ik denk, moet ik even in de tijd terug, een jaar of 3 geleden pas. Dit project ligt al heel lang op de tekentafel. Ik heb even gekeken, ongeveer 42 jaar heeft het geduurd voordat het staat. Maar nu staat het er. Dus 3 jaar geleden zijn wij aan boord gekomen. Hebben ook nog samen met de ontwikkelaar wat verandering aangebracht tot wat er nu staat. Dus 3 jaar. Ja, want als je daar als toekomstig belegger naar kijkt, heb je dan een wensenlijstje? Heb je een idee van dat is wel goed en dat zou beter kunnen? Zeker. We hebben ook nog wel wat dingen samen kunnen veranderen. We hebben bijvoorbeeld ook nog een fasering aangebracht. Er is nog een fase die nog gerealiseerd kan worden, die we nu niet gedaan hebben. Ook vanwege toch wel de marktsituatie die er nu is. Als je hier naartoe loopt, dan kom je toch heel wat retailers van naam tegen. En ja, inderdaad, je ziet nog wat units die verhuurd moeten worden. Maar desondanks ben je tevreden over wat er nu bereikt is qua invulling? Ja, best. Het is toch in een moeilijke tijd zijn hier toch 38 retailers geland. 82% is verhuurd.
Het moet nog wat gedaan worden, maar je ziet toch ook dat in tijden van crisis mensen niet meer blind van een tekening aanhuren. Wij hopen nu dat met het beeld wat nu gevestigd is, dat de laatste retailers wel gaan landen. Je kunt het nu zien, nou, je gaat straks zelf een rondje maken. Ik denk dat er toch iets moois staat. Je krijgt er dan een gevoel bij en dan krijg je denk ik ook wel het idee van ja, hier wil ik ook wel bij horen. Dus ik ben tevreden met wat er nu staat. Wat vindt u ervan, mevrouw? Ik vind het geweldig om te zien. Ja? Ja, echt heel mooi. Ja. De winkels die u hier aantreft, is dat ook wat u verwacht had? Of mist u nog iets? Een mooie dameskleding. Mooie zaak, ja. Dat is echt mooie zaken. Maar verder wat er zo is, lijkt me heel mooi. Ja.